Welkom iedereen bij dit zevende leesatelier Bezette Stad. We lezen dus vandaag het gedicht Bordel. De bundel is begonnen met opdracht aan meneer zo en zo. Daarin beschrijft Van Ostaaien eigenlijk de wereld op de drempel van de Eerste Wereldoorlog. Die Eerste Wereldoorlog die breekt uit in het tweede gedicht. De stad wordt bedreigd, de stad wordt beschoten. De Duitse legers die komen de stad binnen en die bezetten de stad letterlijk. En langzamerhand begint Van Ostaaien dan kleinere details uit het leven in die bezette stad te beschrijven. Hij begint met algemene beelden zoals een eenzame stad, tot en met de holle haven. En de holle haven, dat is echt een angstaanjagend beeld van een haven waarin altijd zoveel bedrijvigheid is geweest die plots helemaal stil is komen te vallen. En eigenlijk blijven we een beetje hangen in dezelfde buurt. We zitten namelijk nog steeds ongeveer in die havenbuurt. En wat we vandaag voorgeschoteld krijgen, dat is, ja, de titel van het gedicht zegt het al, een bordeel. Bordel. Bordels liggen afgemat, uitgemergeld. Oh hé, hey, Steinlen. Gore schaamdriehoek, politieman en regen en de donkerte bezet de stad, bordel, straat, vanuit een groentewinkel, walmen, nat, rotte vruchten, vuil, violet. De patrone zegt, je regrette monsieur, à la guerre comme à la guerre. Vroeger? Ja, vroeger. Maar nu, c'est si difficile, monsieur. En de heer met de hoge hoed zegt, vous perdrez votre bonne clientèle. Terug van Bapaume, Noyon. Le chemin des dames maken soldaten vrij. Als voor een voedingscomité. De mens leeft niet van brood alleen. Hier, schöne junge Mädchen. Là-bas, Wetterchen. Par ici. De politieman handhaaft de orde, elk op zijn beurt. Wie is de laatste? Van 4 tot 4. De stad is bezet en in die stad is alles wat er voordien, wat die stad zoveel leven gaf, dat ligt allemaal plat. Hè? Die bordels die liggen afgemat en die zijn zelfs uitgemergeld. Dan zegt hij, oh hé, hey, Steinlen. En Steinlen is natuurlijk een kunstenaar. In de late 19e eeuw heeft hij allemaal van dit soort prachtige prenten gemaakt. We hebben hier een tekening van een man die duidelijk op zoek is naar een meisje van plezier. Die prostitutie die hoorde er nu eenmaal bij, lijkt Van Ostaaien hier te zeggen. Hè. Er zijn zelfs kunstenaars die daar een groot deel van hun oeuvre mee hebben samengesteld. En Van Ostaaien die roept die Steinlen en met hem een aantal andere kunstenaars die dat hebben gedaan eigenlijk een beetje tot de orde. En hij zegt van, ja maar kijk eens Steinlen, wat je nu eigenlijk allemaal in beeld hebt gebracht, dat is eigenlijk helemaal niet zo mooi. Hè? Dat is misschien helemaal geen onderwerp om daar goede sier mee te maken. Het bordeel plaatst hij in de gore schaamdriehoek. Dan hebben we hier natuurlijk al gelijk een woord te pakken dat heel erg dubbelzinnig is. En dat verwijst het natuurlijk naar het vrouwelijke geslachtsdeel. Het eerste moment in het gedicht waarop Van Ostaaien heel dubbelzinnig te werk gaat. Er is een politieman. Het regent. Regen komt vaker voor in bezette stadden. Regen is heel vaak een manier om een bepaalde stemming te onderstrepen. Het heeft heel vaak te maken met de triestigheid die zich meester heeft gemaakt van de stad. Bezette stad, bordel, straat. De hele wereld is samen te vatten in deze woorden. Maar dan komt de suggestieve Van Ostaaien weer om de hoek kijken. Vanuit een groentewinkel, walmen, nat rotte vruchten, vuil, violet. Ik dacht dadelijk aan aubergines toen die dat violet zag, die een beetje overtijd zijn. Dat is wel grappig, want ik snap het ook in de huidige tijd, snap ik het heel erg. We hebben de aubergine emoji en die betekent heel duidelijk iets anders dan een aubergine. Als je het leest als in gore schaamdriehoek, dubbele punt, politieman en regen en de donkerte, dus die drie eenheid. En dan zou je kunnen zeggen dat die regen echoot in dat nat rotten, dus dat voor rotting dat natte nodig is. En die donkerte dan in het violet. Alleen ja. Die politieman die heeft daar een merkwaardige positie in. Ja, en gezagsdragers met een rare positie, die komen straks ook nog een keer terug.
Ja, het is inderdaad weer heel duidelijk een verwijzing naar het vrouwelijk geslachtsdeel uiteraard. Maar Van Ostaaier gaat hier natuurlijk lekker uit de bocht en probeert hier een beeld neer te zetten en slaagt daar natuurlijk ook in, waar een aantal dingen mee te verbinden zijn. Hè. Aan de ene kant het heel suggestieve, het seksuele, maar tegelijkertijd komt ook het verval weer om de hoek kijken. He, dus het natte heeft natuurlijk ook een seksuele connotatie, verwijst inderdaad ook weer terug naar die regen, maar verwijst natuurlijk ook naar een staat van opgewondenheid. Maar dan is het rot, he, die vruchten zijn rot. Het verleidelijke gaat altijd hand in hand met de algehele staat van verwaarlozing en van rotting die over het hele gedicht en eigenlijk over het hele gedeelte van Bezette Stad hangt. Het beeld dat we hier te zien krijgen is een beeld van een deel van een stad in verval. En dan krijgen we eigenlijk een grappige scène te zien. En de hoerenmadam die zegt, in de oorlog gaat het nou helemaal anders. In de oorlog gelden er andere regels. Van Ostaaier hield er wel van om te spelen met het hele begrip prostitutie. Maar dat deed hij eigenlijk voornamelijk omdat hij de prostitutie wel een mooie metafoor vond om daarmee iets te zeggen over de hele maatschappij. Want als je zo nou eens naar dit tafereeltje kijkt, wat voor ideeën komen er bij jullie op? Het is Frans, dus de taal van de bourgeoisie in de tijd. Ik zie er vooral een beetje anti-bourgeois houding. Afrekening met de schijnheilige bourgeoisie, denk ik. Ja, het is inderdaad die Franstalige bourgeoisie die hier wordt neergezet als belangrijke deelnemers aan het kapitalistische spel dat de wereld beheerst. In de oorlog staat dat bestel blijkbaar op zijn kop. De regels die anders gelden, die gelden op dit moment niet meer. Want die man met die hoge hoed, dat is waarschijnlijk een vooraanstaande Antwerpenaar. Iemand die daar ook duidelijk niet voor het eerst komt. Maar die man, die vist achter het net. Er zijn andere klanten, namelijk de Duitsers, de Duitse soldaten die in Bapaume zijn geweest, die in Noyon zijn geweest, die de slagen bij de Chemin des Dames hebben meegemaakt. Dat zijn dus plaatsen die echt aan het front liggen, waar ook flink is gevochten en waar eigenlijk ook de hele Eerste Wereldoorlog lang flink is gevochten. En Van Ostaaier heeft heel goed in de gaten gehouden hoe die Eerste Wereldoorlog zich evolueerde, wat er allemaal gebeurde. Maar hij gebruikt Chemin des Dames natuurlijk niet zomaar, want het is een plek in de geschiedenis, maar er staat natuurlijk ook gewoon de weg van de dames van plezier, vul ik dan zomaar weer in. Van Ostaaier wil ons hier van de oorlog weer terug naar de haven krijgen en dat doet hij dus via die weg van de dames. De Duitse soldaten, die komen naar Antwerpen of andere plekken in het land uiteraard ook, om daar even op adem te komen. En het zijn met name die mensen die heel erg nodig blijkbaar naar de hoeren moeten. Ze staan letterlijk in de rij om binnengelaten te kunnen worden in het bordeel, want daar gaat het nog steeds over. Hier zien we Van Ostaaier dus weer half sarcastisch bezig ook. Hè? De mensen die hebben het blijkbaar, de soldaten hebben het blijkbaar zo erg nodig dat ze er bijna hongerig uitzien. Of niet bijna, ze zien er hongerig uit. Van Ostaaier vergelijkt het met de rij van de hongerigen. Die zin, de mens leeft niet van brood alleen. Dat misschien ook belangrijk is omdat hij daar ironisch verwijst naar de evangelies en naar Jezus Christus. Dit is ook weer zo'n moment waarop hij inderdaad heel erg vilijn bijna uit de hoek komt. Hè? De mens leeft niet van brood alleen. Het is niet alleen maar het voedingscomité dat hier heel veel volk trekt. Nee, het zijn de bordelen waar mensen staan aan te schuiven. Ja, en die Bijbelse ondertoon die is natuurlijk prachtig hier. En dan krijgen we hier nog een klein tafereeltje. Hè? Want niet iedereen die zal het bordeel in één keer gevonden hebben. Je krijgt dus ook in het straatbeeld en in de klanken, de dingen die op straat geroepen worden, krijg je daar ook weer verwijzingen naar. Het is hier moeten we zijn. Hier zijn de mooie jonge meisjes te vinden. De politieman handhaaft de orde, elk op zijn beurt. Wie is de laatste? Van 4 tot 4. De politieman handhaaft de orde. Een hele belangrijke regel. Want als je denkt aan een bordeel, aan prostitutie, en je voert een politieman op, dan zou je denken, die twee, die gaan niet samen. De politieman,
die zal die prostitutie op de een of andere manier willen veroordelen. Het was op dat moment bij wet niet toegelaten. Maar hier krijgt hij een andere rol. Die politieman die handhaaft de orde niet in de zin van we gaan de prostituees oppakken, we gaan zorgen dat dit bordeel gesloten wordt. Nee, hij gaat er alleen maar voor zorgen dat de orde bewaard wordt. Ik zat op een gegeven moment in het Felix-archief in Antwerpen, dat eigenlijk gewoon het stadsarchief is, en heb daar toen heel wat mappen doorgebladerd van de ordehandhaving tijdens de Eerste Wereldoorlog. En toen kwam ik daar een enorm kasboek tegen, waarin de administratie is opgenomen van ja, eigenlijk alle prostituees die aan het werk waren in Antwerpen op dat moment. En die niet alleen geïnventariseerd werden, maar dus, op naam en adres, maar ook herkomst, of ze getrouwd waren of niet. Hoe lang ze eigenlijk al bezig waren, waar ze werkten. Maar er stond ook altijd bij wanneer ze voor het laatst waren getest, dus medisch getest. Dus dat is een enorme administratie geweest die voordien nog niet bestond. Die is door de Duitsers is die ingevoerd, maar die is wel overgenomen door de Antwerpse autoriteiten. Dus de Antwerpse politie heeft die boeken ook gewoon letterlijk overgenomen, want die liggen nu nog in het archief. En die zijn ook gewoon in diezelfde boeken zijn ze verder gaan schrijven. Ze hebben de registratie die toen is begonnen, die hebben ze gewoon verder gezet en die is de basis geworden van, ja, aan de ene kant een soort van Big Brother-achtig project. Hè. Al die mensen moesten in de gaten gehouden worden, maar aan de andere kant zie je ook wel heel snel bij de Duitsers het idee binnenkomen dat ze dat ook vooral willen doen om, ja, aan de veiligheid, de medische veiligheid te denken. Hè. Dus ze hebben die vrouwen eigenlijk continu getest op geslachtsziekten, om ook te voorkomen dat natuurlijk, ja, hun eigen leger werd verzwakt, omdat iedereen daar op het slagveld met syfilis rond zou lopen. Hè. Dat wilden ze natuurlijk voorkomen. Wiede en Simone, wat doet dit gedicht ondertussen in jullie hoofd? Is daar sprake van kleine explosies? Als advocaat van het lichaam, zelf verklaard, vind ik het echt een tof onderwerp. Zeker de dubbelheid ervan. De politie die dat niet het veroordeelt, maar die dat het enabelt juist. Dat is een heel interessant gegeven. De connotaties springen heen en weer. Zeker de vergelijkingen met de hedendaagse sfeer en de wachtrijen en de besmetting. Het lustgegeven. In het thuis, de opgekropte frustraties. Het is fantastisch, voor mij toch wel eens. Simon, hoe is dat bij jou? Ik denk een van de dingen die ik heel interessant vond was ook het idee dat in de oorlog andere regels gelden. En dat ik mij afvroeg of dat vanuit een ander perspectief bezien, namelijk bijvoorbeeld vanuit de sekswerkers, ook zo is. Want uiteindelijk gelden er natuurlijk geen andere regels. Want of het nou een soldaat is of een man met een hoog hoed, je bent gewoon je werk aan het doen. En dat was iets wat mij heel erg bijbleef. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dat een plek krijgt in jullie werk. Ik wil jullie heel erg danken voor jullie deelname, allemaal. Ik zeg vaarwel, tot binnenkort.